Kijk, dat klinkt toch al veel beter. Goedenavond, het is maandag, het is 23 september 2024. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC Update Live, de podcast. Het is alweer seizoen 2, aflevering 7 dat we er zijn. En bij ons in de studio weer Nick Rogers, verslaggever van RN7, Harold Bastiaans. Yo. En vandaag de gast Paul Eigenhuizen. Paul, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. We gaan het weer hebben over NEC en alles wat daarmee te maken heeft. Belangrijk onderdeel vandaag ook is het stadiondossier. Want Paul, daar ben je eigenlijk ook een beetje voor aangeschoven. Ja, je kent alle ins en outs daarover. Er zijn zoveel vragen over, dus we hopen dat je die vanavond kan beantwoorden. Ik ga mijn stinkende best doen. Voor de rest gaan we natuurlijk vooruitblikken op de wedstrijd van komende zaterdag. Dat is Feyenoord. We gaan even bellen met RTV Rijnmond. Want hoe zit het ermee? Kan Giermeijnes wel of niet meedoen? We horen het hopelijk straks van Dennis Kranenburg. En natuurlijk gaan we ook terugblikken op de wedstrijd van afgelopen zaterdag. En dat was de wedstrijd tegen Heracles Almelo. En ik zei het ook al in de update en de nabeschouwing. We hadden allemaal dikke cijfers verwacht. 4-0 heb ik gehoord, 3-0 heb ik gehoord, 3-1, 2-1. Maar we zouden winnen. En dat hebben we niet gedaan. En zo klonk dat. Nu over de rechterkant, dus tegenover Kelvin Verdonk. En dan, daar laat doelman Van Gassel de bal los en leidt Heracles na 2 minuten. Wat een enorme ketsen dit van NEC-keeper Stijn van Gassel. Die vorige week zijn debuut mocht maken tegen PSV. Het toen zo goed deed. Maar deze voorzet die vanaf de rechterkant komt, vanaf de linkerkant van NEC, moet hij gewoon pakken. En laat hem los. Spelen op Robert González. Die neemt aan. Die gaat lopen met de bal. Die raakt hem dan kwijt. Omdat Propen niet op staat te letten. En nu komt Heracles weer. Rand van het 16 meter gebied. Bal bij de tweede paal. Het is 2-0 voor Heracles als de vlag naar beneden blijft. En die blijft naar beneden voorlopig. Bij de tweede paal helemaal vrij. Yes. Arm de lucht in. Komt die bal op het hoofd van Okawa. Ja. In twee instanties. Want hij schiet hem nog tegen een Heraklit aan. En uiteindelijk rolt die bal traag in het doel achter Fabian de Keijzer. Dit is wat NEC nodig heeft. Op slag van rust maken ze een aansluitingstreffer. Het is 1-2. Een schot voor NEC en dan is het inderdaad afgelopen, vindt Jochem Kamphuis. Het fluitconcert is massaal in de Goffert. Ja, het is niet eens zozeer voor de NEC-spelers. Als ook wel naar de scheidsrechter van vanavond, Kamphuis. Die zat zeker niet mee bij je. Nee, de scheidsrechter zat zeker ook niet mee. Maar het was een wedstrijd, die voelden we even, die zagen we niet aankomen, Harold, deze, toch? Nee, die voorbeschouwing die je net hebt laten horen, kun je laten vallen de volgende keer als we weer zo verloren hebben. Wat een waardeloze pot was het. Het was echt slecht. Het was, we misten een spelbepaler op het middenveld. Ik heb Van Gastel een fout zien maken. Dat doen de E-keeper nog niet. Ik vond het echt zo onnozel. Ja, dat was de 1-0, hè? De bal, wij hadden het net buiten de uitzending even om. Dat is eigenlijk een bal die normaal gesproken een keeper misschien wel gewoon klemvast heeft. Die moet je de bal klemvast hebben. Of hij moet helemaal niks doen. Maar dan zijn er verdedigers die bal weg kunnen, weg kunnen trappen. Maar wat er gebeurde, hij geeft die bal gewoon. Hij stond die bal gewoon bij de tegenstander in de voeten. Ja, echt heel bijzonder. En de 2-0 was, of de 0-2, ja, dat was een fout van Robert. Nou, jij vindt dan ook uiteraard uiteindelijk nog voor Marques, begreep ik. Ja, ik vond dat Marques ook niet goed in zijn rug keek wat daar nog gebeurde. En die bal die kwam natuurlijk voor. En die speler van Heracles, die kan er net achter duiken. Maar het was geen voorzet. Nee, het was geen voorzet, maar ja. Ja, het was je moet wel weten waar je natuurlijk ook je tegen zit. Het is wel zijn mannetje. Het is wel zijn mannetje. Dat klopt. En natuurlijk is die de man die binnenschiet, is de oplettende man. Dus hij let beter op dan Marques. Dat is zeker waar. Ja. Maar ik vind dit geen hele grote fout van Marques. Ja, die bal duikt daar ineens op. De man duikt achter je op. Nou, ik vind het vooral een fout. Dat ben ik met jou eens, Harold, van Robert. Robert, dat is gewoon een hele grote fout. Er staan twee man gewoon verdedigen. Ja, maar hij draait op een gegeven moment de drukte in. Ja. En er staan twee man gewoon vrij. Dat zijn Luiting en Marques. Ja. En wat gaat hij doen? Een bal door de as geven naar helemaal niemand. Naar de 10 van hun. Ja, ik vind het echt heel slecht. Hij zat er sowieso niet goed in, Robert. Zat qua scheidsrechter ook niet echt mee, hè? Nee, dat hoorde we ook nog even. De samenvatting hoorde dat ook nog even terugkomen. Ja, ik vond die overtreding op Zoontje Hansen, dat is toch gewoon groot, jongens. Zoontje Hansen was echt diep rood. Echt? Ja. Dat was echt. Maar dan moeten we de VAR kijken. Ja, maar de scheidsrechter staat daar ook bij. Ja, die ziet het toch ook. Ja, maar de VAR die krijgt het nog 3 keer te zien. Die Kamphuis heeft het niet goed gezien. En ook die tweede overtreding van diezelfde speler.
in de, ook in de eerste helft dat hij Sontje Hansen neerhaalt op de 16, ja. Was ook gewoon geel. En dan heb je ook rood. Maar het mocht niet baten. Maar ja, goed, de scheidsrechter die mist de kansen niet. We hebben dan een spits met Koki. En ja. Er is in de eerste helft echt wel goed gevoetbald op hun helft van de tegenstander. En we hebben ook best wel goede voorzetten, de 16. Maar er is ook geen fatsoenlijke afmaker geweest. Het was echt wel een tranendal, ja, moet ik zeggen. Klopt. En dat vind ik jammer, want Sontje Hansen speelde nou voor het eerst mee. En die deed het gewoon echt wel goed. Ja. En ik vond op de linkerkant, dat zat volgens mij op de rechterkant met Pereira samen. Dat deed hij gewoon heel goed. Ja, dat vond ik goed. En ik vond Unal ook weer goed te spelen. Unal komt mij wel bekoren. Die doet het ook niet. Die komt ook niet in de 16 echt met een fatsoenlijke voorzet. Nee, maar hij draaide wel een paar keer vrij. En dan eerste schot van hem, die keeper dan nog wegstompte. Dat was ook een mooie kans. Dat zeg je wel, Harold. Maar die 1-2, die corner, die wordt veroorzaakt door Unal. Omdat hij nog wel voor die bal gaat. Waar denk ik een gemiddelde linksbuiten toch had gezegd, die dak lopen. Nee, maar ik zeg niet dat hij het niet goed deed. Ik vind alleen dat zijn voorzetten ook die van hem niet goed aankwamen. Nee. Wel lekker trouwens dat even... Het kleine positieve puntje wat we dan eruit moeten pakken. Wel lekker dat Koki wel weer gewoon scoort. Ja, dat is wel lekker voor zijn spits. Voor hem ook voor NEC. Dat je weet, we hebben gewoon echt een spits die doelpunten maakt. Met het hoofd weer. Dus, ja, dat was met prima. Het kopie. Maar goed, dan sta je naar, wat was het? 12 minuten? 12 minuten. Ja, zoiets, ja, het komt bekend voor, hè, die 12 minuten. Sta je met 2-0 achter. En dan zei ik tegen Rogier Meijer. En dan kan volgens mij het plan weer in de prullenbak. Ons strijdplan was om aan te vallen. Met onze buitenspelers dreigend te zijn. Nou, ik denk dat vanaf toen ook zo gebleven is. En ik denk dat we daarin voldoende kans hebben gecreëerd om eerder de aansluitingstreff te maken. Het enige is dat je natuurlijk wel meer risico gaat nemen, moet nemen vanwege de slechte start. En ik denk dat we de eerste helft nog een heel behoorlijk niveau hebben gehaald aan de bal. Veel kansen hebben gecreëerd. Ik heb genoten van onze zijkanten en Sontje, Bajar, Brian, die denk ik heel goed speelden. Alleen ja, je loopt wel de hele wedstrijd achter die stad aan, want je moet zoveel ruimte weggeven, je moet zoveel aanvallen dat het ook gevaarlijk is aan de andere kant en dat is wel bepalend geweest. Ja. Nou, ik ben het op zich wel mee eens, want het aanvallende spel van de NEC was prima, maar wat hij op het einde zei, dat klopt ook, maar dat moeten we even niet onder belicht houden, want Heracles heeft echt wel kans gehad op de 1-3. Hè? Ik herinner me een bal voor leeg doel die op de lat gaat. Zo, ja. Nog een hele goede kopbal die Van Gassen wel goed pakt. Nee. Goed, in de tweede helft maakte hij ook wel weer een ketsen met een bal die ergens boven in de 16 bleef hangen. Ja, dat was een beetje ongelukkig. Waarom pakt hij? Van Gassen. Ja, dat klopt. Dat is jammer, hè? Want we hadden vorige week natuurlijk tegen PSV, waar we nog zeer positief over. Als dit een reservekeeper is, dan is dat prima. Nou ja, weet je, dat is het leven van de keeper. Dat heeft hij zelf ook na afloop gezegd, weet je. Hij kiept tegen PSV heel goed. Nou, dan heeft hij laten zien dat hij het wel dus kan. Ja. Maar ik denk dus wel dat we kunnen zeggen, het is gewoon een echte lijnkeeper. Want mee voetballen, of tenminste van zijn lijn komen, is gewoon niet zijn sterkste punt. Nee. Harold, je zei net ook al, positief viel op ook Sontje Hansen. Die had een basisplaats, daar was hij blij mee. Ja, volgens mij heeft hij 60 minuten gevoetbald. Ja, ik vind het sowieso een verademing als die knul voetbalt. Omdat je ziet, dat gebeurt wat. Weet je, je kunt wel niet winnen, maar dan heb je toch nog leuk voetbal gezien. En dat doet hij gewoon. En samen met Pereira vind ik hem echt wel op die rechterkant wel echt wel heel fijn. Dat is leuk om te kijken. Ja, ja. Ik sprak hem ook na de wedstrijd en ik zei ook tegen hem van dat hij vooral een hele goede eerste helft speelde. Ook willen zien. Mm-hmm. Ja, klopt. Zeker. Ik van tevoren zei Rijn niet tegen me dat ik gewoon vrij moest zijn, gewoon mijn acties maken, plezier moest maken en dat deed ik. En natuurlijk, net als nu, ik lach niet veel, maar het is gewoon balen dat we die wedstrijd verliezen en dat we zo slecht beginnen, maken we het onszelf gewoon heel moeilijk. Ja, hij moest vooral plezier maken. Dat straalde hij ook wel uit op het veld. En daarmee was hij ook gelijk gevaarlijk. Voor de mensen die mij nu gelijk weer gaan appen, dat deze ook al naar dit interview. Wie is Reinier nu in hemelsnaam? Dat is de fysio. En daar heeft hij heel goed contact mee. En die begeleidt hem ook een beetje. Dus een beetje een soort mental coach, denk ik, voor hem geworden. Goed voor hem. En die zei ook van, vooral plezier maken, want dat moet hij ook weer terugkrijgen. Als je zo lang geblesseerd bent, is dat ook niet leuk. Als deze jongen straks echt 100% fit is... Ja. En we hebben er nog een aantal jaar. Dan heb je echt wel een goede speler aan hem, hoor. Het is echt wel een. Het zijn wel spelertjes waar ik graag naar kijk. Ja, klopt.
Ik vond het ook leuk, want je haalde het ook al aan Pereira. Die vind ik ook elke week wel weer beter worden. Maar die wisselwerking, want Pereira kwam ook een keer goed door als back en gaf een hele mooie voorzet. Dat stond helaas volgens mij niemand of net te laat. Ik weet al niet meer hoe dat afliep. Maar die twee die dan elkaar afwisselen, dat was leuk om te zien. Ja, die vinden elkaar. Ja, maar op zich het zijn wel natuurlijk twee andere spelers, maar ze lijken wel op elkaar. Weet je, ze hebben wel die drive naar voren, vind ik. Die drive die naar voren gaat. Ja. En ja, dat is wel lekker dat je zo'n Hans hebt. Hè. Die kan ook zijn balletje teruglijsten naar Pereira. De voorzetten van Pereira worden steeds beter. Dus daar zit wel een wisselwerking in. Dat komt me wel bekoren. Ja, allebei drive naar voren hou ik wel van. Ja, heb je nog mensen vanuit de verdediging geïnterviewd? Want we zitten nou te praten over wat allemaal goed gaat. Ik heb Bram niet gesproken. Ik heb wel Dirk had ik naar de wedstrijd gesproken. Maar ja, die was gewoon ontzettend teleurgesteld. Ja. Die heb ik er even niet in, want ja, die teleurstelling die hadden we al. En hij was wel heel duidelijk dat die bal die hij kopte, die had er gewoon in gemoeten. Okay. Hij zei, dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Ja, maar goed, ja. Dirk vond ik op zich nog wel meevallen. Ja? Ja, ik vond hem mee. Als hij, ja, er staat geen team voor, dus hij moet alles alleen doen. Dus ik vind het... Robert is toch ook wel een team. Ja, maar dat heb je hem op 10 zien voetballen? Ik bedoel, ik vond hem gewoon echt heel matig, hoor. Robert. Nee, hij was zeker matig, dus maar het is wel een team. Dan komt alles op Robert te leggen, hè? Dan moet hij het doen. Ja, en Hoedemakers, die ik trouwens ook niet heel erg slecht vond. Vond ik hem bijzonder, want Rogier Meijer die zei van dat die Hoedemakers goed vond spelen in mijn interview. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo. Maar ik vond hem niet goed spelen, maar ik vond hem ook niet slecht. Ik had het gewoon neutraal. Eigenlijk een beetje onzichtbaar. Jij zei, Nighting, daar moeten we iets mee. Daar deed hij ook iets mee in de rust, want hij bleef achter in de kleedkamer. Daar vroeg ik natuurlijk aan Rogier Meijer. Had dat misschien wel te maken met zijn gele kaart? Ja, zeker. Je moet, wat ik net zeg in het begin van het gesprek, je moet nog meer risico nemen. En Bram heeft geel. Nou, Kelvin aan de bal natuurlijk, als jij wat meer op de helft van de tegenstander komt. Hij heeft geweldige passing, dus ja, dat was de overweging. En ouwe Jan, daarvan weten we als hij aan de linkerkant opkomt met zijn voorzetten, met zijn standaard situaties. Ja, vandaar dat we die keuze gemaakt hebben. Ik hoor toch, de gele kaart, maar ik hoor er ook iets achteraan. Dat hij met Kelvin Verdonk op die positie en met ouwe Jan, dat hij toch ook wel een iets ander voetbal wilde zien. Nee, hij is toch ook terecht. Het was toch heel statisch. Ja. En als je dan Kelvin er neerzet, die is toch wel iets bewegelijker. Die voetbalt meer, toch iets meer vooruit in plaats van naar de zijkant. Het is met z'n tweeën daar gewoon schaakspel wat ze aan het doen zijn. Nou, wat ik trouwens wel storend vond, en dat vind ik wel een mini-probleem. Wij kunnen dit seizoen schijnt het gewoon helemaal geen slotoffensief creëren. Tegen Twente hebben we bijna niks gecreëerd in de laatste minuten. Tegen AZ, dat was gewoon tranentrekkend. En nu weer... Wat hebben we nou echt gecreëerd in die laatste 10, 15 minuten tegen Heracles? De tweede helft was toch gewoon vele malen slechter als de eerste helft? Zeker. Zeker. Ja. Echt dramatisch de tweede helft. Nee, maar heb jij nou in al die wedstrijden die ik net opnoemde echt een slotoffensief gezien? Nee. Nee, nou, nee. Zijn we er toch? Nee, maar hij wisselt Nuiting om die zegt, we moeten nog meer in de aanval. Ja, je wil die overwinning over de streep trekken uiteindelijk. Nou, op zijn minst gelijk spel. Ja, dan moet je wel aanvallend wisselen. En dat doet hij nu. Ja. Ja. Zonder enig resultaat. Helaas. Ja, PEC Zwolle was de één wedstrijd heb ik gezien die goed was. Dat was Fortuna en Twente thuis. Ja. Maar verder was het toch allemaal heel matig. Het is tot nu toe nog niet echt smullen geweest. En ik denk dat je Sano, dus één van je smaakmakers. Ik denk wel dat we die gemist hebben. Ik zeg niet dat je nou gewonnen hebt, maar dan heb je wel wat meer stabiliteit op het middenveld. En dan krijgen we ook vragen over natuurlijk, hè. Want jij hebt ook al iets op... ik zat je gisteren gezet van, nou, kom maar door met die vragen. En er waren er veel. Want mensen maken zich gelijk natuurlijk ook wel zorgen als ze naar de ranglijst kijken. Dus laten we eventjes wat vragen van... Ik wil wel dat je ze goed opschrijft. Anders krijg jij op je domper, hè? Dus ik heb ze nu ook gewoon zo als fotootje op mijn telefoon. Dus dat komt goed. GL Bleker die vraagt, komen we dit jaar in de degradatie zonder terecht. Nee. Nou, dat denk ik niet. Nee, toch? Nee. Ik denk dat Gerrit dat ook denkt, hoor. Nou, maar die wil misschien gewoon van ons horen. Ja, ik denk dat... Als bevestiging dat het gewoon goed komt. Ik denk niet dat er gaat gebeuren. Nee, nee. Nee, de rest is zoveel slechter. Bus op wachten. Nee, ik ga geen bus op wachten. Waarom niet? Nee, maar
Ik reis nooit met de bus, dus dan ook niet. Oké. Nee, wij komen dit jaar niet in de problemen. Nee, dat verwacht ik niet. Als ik naar andere... Klopt het even af? Nee, oké. Maar je, als je gaat kijken gewoon puur naar kwaliteit wilde hebben staan... Dan ben je gewoon wel beter als dat mag niet gebeuren. Onderaan staat. Ja. En ik verwacht niet dat dat heel anders gaat zijn aan het einde van het seizoen. Jasper, hoe kan het dat je in thuiswedstrijd tegen Heracles... waar je zelf het spel moet maken... gewoon begint met Nuiting en Marques... die allebei dramatisch zijn in de opbouw... en Ouwejan ineens op de bank zet? Waarom niet direct een opbouwer centraal voor Donk? Echt een fout van Meijer. Dat vind ik... Ja, ik snap wel wat hij zegt. Ik snap zijn redenering wel, maar... het is een beetje makkelijk scoren na een verloren wedstrijd. Ik ben wel met hem eens, maar dan moet je hem even helpen. Ouwejan, wil hij erin hebben? Wat is het, betere voetballer? En dan Sandler, of nee, Nuitink en ja. of Marques, slachtofferen. Ja. Ja. Ja, daar kan ik nu wel inkomen. Maar ik snap ook wel dat je gewoon zegt... ik hou vast aan mijn centrale duo. Nuitink de captain. Tegen Pechvold, ik wilde we dat toch ook? Ja, maar jij bent sowieso anti-Nuitink, anti-Marques. Nee, dat is niet waar. Ik vind gewoon het centrale duo heel statisch. Dus wat hij vraagt vind ik heel logisch. Met Ouwejan heb je toch een vele aanvallen? Ja, maar wil je dan twee linksbenige... centrale, of zeg je dan, nee, dan moet Nuitink eruit. Nuitink of Marques, het maakt niet uit. Ja, maar dan heb je twee centrale. Als je Marques eruit, heb je twee linksbenige centraal met Sandler die er niet is. Ja, dan haal je Nuitink eruit, ja. Dan haal je dus je aanvoerder eruit. Ja, maar ik heb die man geen aanvoerder gemaakt. Nee, maar Meijer wel. En dat gaat Meijer dus niet doen. Nee, heeft hij wel gedaan. Hij heeft hem nu ook gewisseld. Dat is natuurlijk ongewisseld omdat hij geel heeft. Ja. Dat is gewoon onzin. De speler wordt eruit gehaald omdat hij niet goed genoeg is. Niet omdat hij geel heeft. Hij legt toch uit dat hij met risico... dat hij niet hij wil extra risico's nemen, maar dan moet je ook risico's kunnen beperken. Ja, zometeen pak die geel, heb je rood, dan is helemaal in de wedstrijd, hè? Ik zeg niet dat Kelvin van Donk centraal moet gaan staan. Maar ik vind wel dat je... Dat maakte wel het verschil, de tweede helft. Ik vond het wel wat mooier voetbal. Ouwejan was sowieso altijd fijn om in te westen. Ja, dat zeg ik. Maar is Nuitink ook niet gewoon te groot om langs de kant te staan? Ja, ik weet niet of Meijer het aandurft. En durft tussen aanhalingstekens om zijn aanvoerder die hij aanvoerder heeft gemaakt. Dat heeft hij dus wel bewust gedaan. Om die eraf te halen. Dat weet ik niet of hij dat doet. En persoonlijk zou ik dan wel eerder ook Marques eraf halen dan Nuitink. Ja, maar wacht even. Hij heeft Schöne er ook uitgehaald. Schöne was ook aanvoerder. Ja. Het is natuurlijk onzin. Je moet sterker nog, als Schöne nu erin komt, wordt hij geen aanvoerder. Hij kreeg niet de aanvoerdersband. Nee. Dus dan is hij gepasseerd erin. Ja, oké. Okay. Dus de beste moet gewoon spelen. Ben ik het helemaal mee eens. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat omdat iemand een aanvoerder dan is, dat hij dan niet gewisseld mag worden. Of dat hij dan dat niet... Dat is wel een belangrijke factor in je team, Harald. Dat haal je dan wel weg. Maar alles heeft toch te maken dat Sandler gewoon nog niet speelt. Ik denk op het moment als Sandler alles speelt... dat we deze discussie helemaal niet hebben... of Nuitink dan wel of niet heb uit heb je nou ook gevraagd wat hij had? Daar gaan ze geen mededeling over doen. Ongelooflijk. Dus, maar goed, we sluiten deze vragen. Stelling. We gaan straks nog wat andere vragen beantwoorden van luisteraars... want er zijn er nog meer. We blikken ook vooruit, want zaterdag wacht de volgende thuiswedstrijd voor NEC. En dan komt Feyenoord op bezoek. Vorig jaar natuurlijk nog de tegenstander in de KNVB-beker, maar finale. Maar daar willen we niet meer over hebben. Maar we willen wel weten hoe het nu allemaal is in Rotterdam. Dennis Kranenburg van de RTV Rijnmond hebben we aan de lijn. Dennis, goedenavond. Goedenavond. Ja, want je kunt niet zeggen dat het erg rustig is rondom Feyenoord, hè? Dat is zacht uitgedrukt, ja. Ik heb de afgelopen periode wel het idee dat er... er ligt natuurlijk een heel groot vergrootglas op Feyenoord op dit moment. Hè. Nieuwe trainers, spelers weggegaan, nieuwe spelers gekomen. En dan wordt er automatisch wel eventjes vanuit gegaan van... ja, maar ja, die goede lijn doortrekken die onder Arne Slot is doorgezet... ja, dat is toch een ABC'tje. Ja, dat blijkt dus helemaal niet zo'n ABC'tje te zijn. Hè. Met meerdere nieuwe spelers en nieuwe trainers. Dus het is echt ook echt zoeken nog van Feyenoord. Hadden wij elkaar vroeger in de hoek gesproken. En dan zeggen we altijd, tussen de wedstrijden tussen NEC en Feyenoord... is eigenlijk altijd wel een beetje wat spektakel. Vraag je dat nu weer? Dat hoop ik uiteindelijk wel. Want dat is natuurlijk wel het leukste ook om naar te kijken. En ook voor ons om verslag van te doen. Dat ik sowieso. Zeker. Maar hoe kijken jullie nu richting NEC? Ja, dat is meer het gevoel over het algemeen altijd wel lastig uit bij NEC. En ik denk als je nu gaat zien in de fase waarin ze nu zitten... ja, dat je echt alles nodig hebt om daar tot een resultaat te komen. Dus sowieso denk ik dat je als Feyenoord tegenstanders niet kunt onderschatten. Want ik denk dat NEC gewoon echt wel een goede ploeg is. Je noemde hem net al even, Giménez. Maar ja, is hij erbij? Nee, hè?
Nee, die verwacht ik er zeker niet bij. Hij heeft vandaag een scan gehad om te kijken wat de schade is aan zijn hamstring. Want dat is uiteindelijk waar hij naartoe greep op het moment dat hij die bal blokte van NAC. Die zal er nog niet bij zijn. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Maar het zou me hoogst verbazen als hij deze komend weekend weer dartelend over het veld heen gaat. Dus ik denk dat Ueda dan zal gaan spelen. Ja, dat is toch ook wel bijzonder. Hè? Die kreeg tegen Leverkusen al minuten. Ja. Daarin was hij heel gretig. Dat vond ik hem gisteren tegen NAC ook. Ja, en hij maakte er ook een doelpunt. En ja, ik kan me ook voorstellen dat als je als Ueda nu bij jezelf denkt van, ja, dit is misschien wel het moment dat ik moet kijken of ik mijn kans nu kan gaan verzilveren. Ik moet het doen met een plekje op de bank. En de minuten die ik dan krijg, ja, als hij nu misschien een aantal wedstrijden kan gaan spelen, ben ik ook wel benieuwd hoe dat voor hem tot uiting gaat komen. En het zou zomaar kunnen dat tegen NEC hij voor het eerst weer in de basis gaat starten. Goed, de man om goed in de gaten te houden dus voor NEC. We gaan het zien, Dennis, zaterdag. De wedstrijd tegen Feyenoord in de Goffert. We zien elkaar dan? Zeker. Ja, en ik denk dat er ook nog wel, want je had het net al over die bekerfinale. Ik denk dat er ook nog wel wat ouds in zitten. Zo. Je moest eens weten hoe dat hier... Wraakgevoelens. Nee, echt. Ja. Ik heb Willempie alweer voorbij zien komen. André van Duin nog op de bank, of niet? André van Duin. André van Duin? Nee, André van Duin. Nee, ja, we hebben wel een Van Duin op de bank natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat is de kippenste. Goed, maar we gaan elkaar dan zien, Dennis. Zeker. Dankjewel voor je bijdrage. Tot zaterdag. We komen zo meteen nog even op Feyenoord als we het schot voor de boek gaan doen. Nu gaan we het hebben over het stadion. Want ik loop er eens in de twee weken naar binnen. En dan zitten we daar met z'n allen. En dan kijken we zo om ons heen en zeggen we, wanneer komt nou dat nieuwe stadion? En dat is hard nodig. En dat willen we natuurlijk ook. En nou staat het ook volgens mij binnenkort op de politieke agenda. Als ik het goed heb. En daarom, Paul, ben jij ook hier. Want Paul Eigenhuis is ook raadslid van Gewoon Nijmegen Nu. En die weet alles over het stadion dossier. Dat klopt. Ja, ja dat wil ik wel te zeggen. Ja. Waarom hebben we nog geen nieuw stadion? Ik denk dat dat wel complex is om daar een simpel antwoord op te geven. Ik denk dat het grote probleem is geld. Ja. Dat is het grootste probleem. Maar bij NEC dan? Ja, maar ook bij de gemeente. Oké. Okay. Want even, de gemeente is nu eigendom, eigenaar van het stadion. NEC, die wil het heel graag kopen. Ja, de gemeente wil er ook heel graag vanaf. Die wil er ook heel graag vanaf. Dan zou je denken, nou, dan moet daar al een manier op gevonden worden. Er zijn rapporten verschenen, er is van alles onderzocht. Het gaat voornamelijk natuurlijk ook over de prijs van het stadion. NEC wil daar iets voor betalen en de gemeente wil er iets voor hebben. En dat ligt ver aan elkaar. Ja, ja. En zijn ze al iets dichter bij elkaar? Ja, het complexe is dat de gemeente niet zomaar kan zakken. Dat is een beetje het lastige. Hoezo niet? Nou ja, het is, we roepen dat het een huurprijs is die ze betalen elk jaar. Maar het is eigenlijk gewoon een lening die de gemeente is aangegaan voor de koop van het stadion. Okay. En die lening staat voor een bepaalde waarde in de boeken. En als gemeente mag je niet zomaar onder die waarde verkopen. Dan krijg je namelijk oneigenlijke staatssteun. En dan heb je een probleem met Europa. Maar goed, ik snap NEC ook wel. Die zeggen van, nou, we hebben het eens even laten taxeren. Het stadion is nu puntje waard. Ik zeg maar wat, is nu 3 miljoen waard. Dus ja, dan betalen we niet meer dan 3 miljoen. Ja, dan heeft NEC wel een probleem. De gemeente mag gewoon niet lager gaan zitten. Ja. En we hebben ook met z'n allen afgesproken toen die constructie is gemaakt van, het mag de gemeente geen geld kosten. En daar is wel een afspraak gemaakt dat ze 2 jaar huur zouden kwijtschelden bij de vorige deal. Dus dat zou nog wel kunnen. Maar heel veel lager kun je niet. Dat maakt het gewoon lastig. Maar dat weet NEC. Ja, uiteraard. Maar waarom hebben we dan al die rapporten nu nodig? En moet er dan nog een taxateur erbij komen om het nog een keer vast te stellen als we weten wat eigenlijk het bedrag is wat gewoon overgemaakt moet worden? Ja, dat is natuurlijk het politieke spel. Kijk, hoe meer rapporten je hebt, hoe meer je de gemeente onder druk kan gaan zetten. Want als nou een rapport uitwijst dat hij inderdaad maar 3 miljoen waard is, ja, dan ga je natuurlijk het politieke spel spelen. Ja. En dan ga je constructies verzinnen waarom je het dan voor minder als die 7 miljoen mag verkopen. Ja. Want het ligt wel ver. Als we het inderdaad 7 miljoen, hè? Of bijna 8 miljoen is. 7,3 miljoen. Ja, oké, 7,3 miljoen. Je kunt wel vaststellen dat dat misschien niet helemaal meer de waarde is van het stadion nu. Ja, dat kun je ik wel. Zit op stoel, ja, dat, ik zit op stoeltjes, dat weet ik bij mezelf. Dat is niet het waarde van 7,3 miljoen. Ja, maar dat is zelf gedaan. Ja, dat klopt. Dat is het rare in deze hele constructie. Het is ook niet de waarde van het stadion. Nee. Het is de waarde van de lening die er ooit voor is aangegaan. Oké. Okay. Het heeft niets met de waarde van het stadion te maken. Het is een lening. Maar is het stadion wat waard? Je moet het zo zeggen, als NEC daar niet in speelt, is het stadion toch niks waard? Nee, dat denk ik dat je die conclusies helemaal kan trekken.
Ja. Ja, maar dan, ja, NEC is wel een overeenkomst aangegaan voor 30 jaar. Dat, ja, dat is zo. Maar hoe kan het nou dat al zo lang dat mensen uit de Nijmeegse politiek en Wilco van Schaik als frontman, om het zo maar te zeggen, ja, zo wat rollenbollend over straat gaan. Want het is altijd, kom maar een kwel. Ja. Ja, dat is tweeledig. Ik denk bij beide kanten dat er een spel gespeeld wordt. Ik heb me verbaasd dat NEC met een plan komt naar de gemeente toe. Dat gewoon niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente bij voorbaat stelt. Ja, dat was in die avond, hè, over het stadion. Ja. Er waren drie plannen. Hè? Of er kwamen drie foto's. We hebben allemaal mooi kunnen zien wat we allemaal het mooiste vonden. Drie plannen. Allemaal geld gekost, allemaal tijd gekost. En toen zei hij, maar dat wisten ze al lang dat het niet kon. Ja, van de drie plannen deden er twee gewoon niet aan de voorwaarden. Maar dat was toch gewoon schandalig. Ja, ja, eens. Maar ik snap ook niet dat de gemeente dan niet tegen NEC zegt, joh, luister, je kan wel met die plannen komen, maar ze voldoen niet. Waarom gooi je participatie open? Waarom nodig je al de supporters uit? Waarom nodig je de buurt uit om te kiezen voor drie plannen? Maar willen ze daarbij druk op voeren of zo? Ja, het verhaal is dat NEC gezegd heeft van dit zijn de schetsen, dit zijn de grofmazige schetsen. En als de gemeente akkoord gaat met die schetsen, dan gaan we wel zorgen dat het passend wordt. Ja, dat vind ik uitermate naïef. Mm-hmm. En ik geloof het ook niet eerlijk gezegd. Nee, nee, dat lijkt me wel sterk, want dat is eigenlijk een soort... Het enige plan waar ook alle supporters voor gestemd hebben, is dat vogelnest, weet je, in die rand. Ja, dat is het enige plan dat voldeert aan de randvoorwaarden. En met als belangrijkste probleem, een van de randvoorwaarden was, het moet niet in stappers gebouwd gaan worden. En dat was bij dit plan wel zo. Dan zouden we anderhalf jaar uit de grof weg moeten. Paul, je zegt net 30 jaar. Ja. Van Delft is die lening aangegaan met de gemeente. Dat is geweest in 2000. Maar goed, daarna zijn we in de problemen gekomen met veel te dure spelers. Maar is het volgens mij ergens een... Maar dan duurt het toch niet zo heel lang. En wat is er dan na die 30 jaar? Het probleem is, het is een annuïteitenlening. In de eerste paar jaar heeft NEC heel veel rente betaald, weinig afgelost. En dat slaat langzaam om. Maar er staat gewoon nog heel veel op die boekwaarde. Ja, ja, oké. Okay. En ja, dat is gewoon het grote probleem. En je mag niet zomaar afboeken als gemeente. Nee, maar wat als nou, ja, wat je al zegt, er komen steeds misschien wel rapporten dat het veel minder waard is. Dan staat NEC sterker natuurlijk in de schoenen van, ja... Dit is veel te hoog. Is er dan, je zegt dat is dan het spel wat je speelt met de gemeente. Is er dan wel ruimte om wat te zakken? Want jij zei in eerste instantie, dat kan niet. Er moet een argument gezocht worden waarop je kan zakken in de prijs. Ja. En dat heeft iets met de wil te maken dan van de gemeente? Nou ja, met het zoeken van een argument. Ik denk dat het grote probleem is de prijs. En wat willen ze daar gaan doen? Maar jij zegt toch ook, de gemeenteraad wil toch eigenlijk af van het stadion? Ja, daar willen we al heel lang vanaf. Ja. Maar dan ik kijk in hoeverre ik me erin kan verdiepen. Ik vind het een heel moeilijk dossier, hoor. Ik vind het ook altijd heel moeilijk om het te begrijpen. Omdat ik begrijp het gewoon niet vanuit NEC, de kant van NEC. Want als ik jou nu zo hoor, de gemeente wilde gewoon vanaf. NEC kan het opkopen. Ja, tuurlijk is het een dure investering. Natuurlijk snap ik wel dat NEC wat een beetje spielerij met de vraagprijs. Maar ja, kom op, weet je. Je wil dus vooruit als club. Dan moet je ook een grote bek hebben en gewoon betalen, lijkt me dan. Want je hebt toch afspraken staan. Met veel meer dingen natuurlijk. Want een van die dingen wat NEC heel graag wil daar, is dat er ook op een bepaalde manier een verdienmodel voor NEC in zit. Dat is het probleem natuurlijk. En dat natuurlijk. Is natuurlijk, woningen. Nou, dat is al heel lastig om daar te dat is al creëren. Afgeschoten. Dat is eigenlijk al afgeschoten. Je kunt ook niet heel veel de hoogte in. Daar zit ook een maximum aan. Maar het kan wel groter dan dat het nu is. Maar je moet wel binnen de bebouwde... Binnen de gebouw nu blijven. Binnen het bestemmingsgebied blijven. Ja, want wat verbouwen de Goffert is ook wel een puntje, hè? In zoverre, ik zei het net voordat we hier begonnen ook al. Het plangebied is groter dan wat nu het stadion is. Dus daar mogen ze nu al bouwen. In die ring, zeg maar, van waar de oude Goffert de contour van het oude stadion, dat mag gewoon gebouwd worden. Je mag ook... er is nu, ze mogen tot 10 meter hoog. Het is nu 7 meter, maar ze mogen tot 10. Dus een tweede ring zou prima kunnen. Ja. En wat nou als NEC het koopt voor 3 miljoen? Dat zeg je, dat staat... Ja. En wat houdt dat dan in? Ja, dan gaat de Europese Commissie zich ermee bemoeien... en dan kan die deal worden teruggedraaid. Okay, dus of dan kun je als NEC een boete krijgen... dat je alsnog het volledige bedrag moet betalen. Oké. Maar en nu even, want we gaan natuurlijk...
Het is een heel groot onderwerp en ik probeer niet af te dwalen. Het is heel veel. Ik ben heel benieuwd waar je naartoe gaat. Nee, maar ik probeer eigenlijk gewoon liggen aan het einde van de tunnel te zoeken. Wanneer komt er een klap op? Wat kunnen we nou gaan verwachten in de komende periode? Ja, wat ik begrijp, eind van het jaar komt er een plan vanuit het college van wat NEC daar graag zou willen. Okay. En dan gaan we zien. Want die plannen zijn al wel door NEC ingediend. Hè? Dat heb ik Wilco van Schaik horen zeggen dat hij dat heeft ingeleverd weer. Ja, niet bij ons. Als het bij iemand is ingeleverd, is het bij het college. Ja, dus bij het college, ja. Dat hebben jullie nog niet gezien. Nee. Maar dat krijgen jullie wel terug. Dat krijgen we uiteindelijk te zien. Ja. Nou, dat is nog maar de vraag. Dat kan pas van januari volgend jaar. Hè? Je weet het niet hoe het loopt. Nee, normaal gesproken krijgen we dat te zien voordat we er een besluit over gaan nemen. Ja, het is toch schrikbaar. Ik heb Wilco een keer in een videoboodschap horen zeggen. Ja, eind 24 willen we de schop erin. Klopt. Het is toch. Ja, heel zonde dit. Maar goed. Ja, maar je hebt zelf ook gewoon 2 jaar gewacht, hè? Nee, maar daarom, ik vind het heel slecht van NEC. Plan. Als ik het zo begrijp, dan heeft NEC hier wel steek laten vallen. Is er een andere optie? Nee, dat is voor NEC. Er is maar één optie. Niet. Nee, dus, nee. Er is alleen, dus je moet eruit komen. Ja, je moet eruit komen. Ja, zeker. Ja. Ja, het fijne daarvan is dat we dus inderdaad ook geen. Dat we dus lekker in de Goffert kunnen blijven. Ja, blijven de Goffert. Ja. Want dat is natuurlijk een prachtige locatie om dit te hebben. NEC wil graag dus iets van voor die model daarin. Wat is er wel mogelijk eigenlijk voor NEC? Want ze hebben dus die rapporten gemaakt. De gemeenteraad heeft dat allemaal toegestaan. Van nou, maak die dingen maar. Ook al weten we dat het allemaal niet kan. Maar ik praat liever over dingen die wel kunnen. Want ze willen er iets aan verdienen. Bedrijven, kan dat erin? Is het een congrescentrum? Zijn dat soort mogelijkheden, zijn die dan wel? Die kunnen nu al. Die kunnen nu wel, ja, want dat is natuurlijk wel wat je overal ziet bij alle stadions. Je moet wat. Ja, dat kan allemaal. Eén keer voetballen in de 2 weken, daar red je het niet mee. Wat niet kan is woningen, kan nu niet. Een hotelfunctie kan nu niet. Maar alles wat jij noemt, een fitnessclub, een winkels. Congressen, dat soort dingen. Dat mag allemaal nu. Een restaurant, Bikkels of zo misschien. Ja, of je hebt misschien een sushi-restaurant. Sushi-restaurant, twee verdiepingen. Ja. Maar dat bij de Eendracht wil men toch ook verbouwen. Daar zijn toch ook plannen voor om dat anders te maken? Ja, klopt. Ja. Dus daar zou je ook nog wel wat mogelijkheden. Of misschien samenvoegen of iets dergelijks. Zijn dat dan opties? Er zijn een aantal beperkingen wat er kan. Er ligt gewoon het bestemmingsplan vast. En historische bomen wordt een dingetje. En het snelfietspad wordt een dingetje. Ja. Nou ja, als je daar binnen blijft, dan is er volgens mij heel veel mogelijk op dit moment. Oh, daar zijn nog wel wat ruimte voor. Jazeker, ja. Nee, en als je binnen het plantgebied blijft, dan mag er ook al heel veel. En het college heeft ook zichzelf een bevoegdheid gegeven dat ze ook mogen bepalen dat het allemaal hoger kan. Dus ook dat mag allemaal al. Alleen het probleem zit hem erin dat NEC best bereid is, denk ik, om dat bedrag te betalen. Maar dan wel met de garantie dat ze er ook iets mogen. Ja, maar als je nu zegt van het college heeft al gezegd van we willen best meedenken en daar mag heel veel. Dan moet je toch met elkaar om tafel gaan zitten. Dan moet je zeggen, oké, NEC, wat wilden jullie nu? Jullie willen een tweede ring. Dat wordt plaats van 10, dat kan alleen maar 12 meter worden. Want dat heeft met die boksen, weet ik wat allemaal te maken. Zet hier een handtekening. Wij betalen dan dit bedrag en dan zijn we er. Ja, het probleem is, en dan ga ik misschien te veel de details in. Maar een bestemmingsplanwijziging, degene die een bestemmingsplan wil wijzigen, moet dat ook betalen. Ja. En vervolgens moet je dus met de buurt en met de stad moet je in conclave van, goh, wil ik dat? En NEC wil natuurlijk een garantie dat het erdoor komt. En die garantie kun je als gemeenteraad natuurlijk nooit geven. Als je een bestemmingsplanwijziging doet. Ja. Dus dan betekent dat je binnen, dat je dus niet hoger dan die 10 meter en niet buiten die bebouwing mag. Buiten het plantgebied. Of geen hotelfunctie. Want dat wil Wilco nu nog heel graag. Hij wil eigenlijk een kleine Sanadoom-achtig iets. Ja. Handig natuurlijk voor de spelers. Nu moet hij elke keer die hotels boeken bij het Tana Dome. Ja, kunnen beter short lekker. Stay. Ja. Dat wilde hij heel graag in de voorste pui. Is toch mooi. Zeg tussen die 2 torens. Is toch mooi. Ja, ik slaap in de Goffert. Hey. Ja, ik heb er niet zo moeite mee. Dan doen we onze huwelijksnacht nog een keer over in de Goffert. Hey, maar huwelijksnacht. Hallo. Even een vraag. Maar als er dus een nieuw bestemmingsplan moet komen, dan mag je bezwaar maken ook als buurt. Mm-hmm. Dus dan kunnen jullie het ermee eens zijn en dan kan iedereen ermee. Maar als de buurt op een gegeven moment gaat procederen, kan het nog een keer jaren duren. Ja, dat kan. Als de buurt naar de Raad van State gaat, dan ben je zo weer 2 jaar verder. Ja. Ja. Maar dan is dit een oproep aan de buurt. Ja. Paul, hoe is de stemming in de Raad met betrekking tot NEC? Als ik dan, als we dan gaan kijken, we hebben natuurlijk de stadspartij. Nou, daar ga ik vanuit dat die toch wel een NEC-gevoel hebben. Dan heb je D66 en GroenLinks. Ik heb niet echt het idee dat deze mensen echt heel erg
Ik heb echt oprecht het idee dat ook de Raad er echt wel vanaf wil. Okay. Alleen, nogmaals, dan ga je naar de randvoorwaarden kijken. En als er een aantal bomen of een fietspad sneuvelt, ja, dan wordt het denk ik een probleem. Wanneer van, dus eind dit jaar weten we meer? Wat ik begrepen heb, eind van het jaar komt het op de agenda. En dat is wat is gezegd, of dat dan daadwerkelijk... En daar heb jij vertrouwen in? Kijk, dat is een ander verhaal weer. Ja, er moet een constructie gevonden worden waarin beide partijen tevreden zijn. En de belangen liggen te ver uit elkaar. Het geld ligt te ver uit elkaar en de belangen liggen te ver uit elkaar. En daar zijn ze nog niet nader toe gekomen. Want ja, ik zit niet bij die gesprekken. Nee, maar jij loopt daar op het stadhuis en je hoort links en rechts wat. Zoals ik ook wel eens wat hoor natuurlijk bij NEC. Je hoort wat. Wat ik gehoord heb is dat NEC maar hoeft te tekenen en het is rond. Maar dan weet ik niet waar ze voor moeten tekenen. Nee. Precies. Oké. Ja. Eind dit jaar weten we meer en laten we hopen dat ze er toch snel uitkomen. Ik hoop een prachtig mooie nieuwe goffert. Ze hebben nog ergens aan eind van het jaar een reces. Het zal waarschijnlijk wel daarna zijn. Of net ervoor. Ze zullen het wel... Ja, of net iets droppen en dan daarna weer... Dat zal het zijn. Laten we hopen dat ze eruit komen. Dat we een prachtige nieuwe goffert mogen hebben. Ik ben al blij dat we op deze locatie blijven. Maar er mag hier en daar een likje verf. Mag hier en daar een beter stoeltje. Nou, die stoeltjes zeker. Alleen die stoeltjes. Ik heb een nieuw stoeltje. Dat meen fuck je. Spreek voor dat nieuwe stoeltje. Dit is het eerste die ik hoorde. Ja, dat is een fijn stoeltje. Ik weet het. Ik heb hartstikke hoe vaak ben je geweest? Nog keer. Echt serieus? Ja, serieus. Nou ja, ik heb gewoon een hernia opgelopen al. Ja? Ja, ik twee. Ah, dat is een leeftijd nog eens. Ja, dat zal het wel zijn. Dat is misschien dan toch het plusje waar ik op zit. Dat is een action stoeltje. Ja. Dat is het. Okay. We moeten, want we lopen echt tegen het einde aan. Het is al 9 uur. We moeten nog een schot voor de boeg doen vooruit Feyenoord. Dankjewel trouwens om hierover te praten. Maar ja, Feyenoord. Paul, zeg maar. Volgende week, zaterdag, wat gaan we doen? 3-2. 3-2. Wel spannend dan. Ja, ja, ik ben er niet bij helaas. Oh, ik kijk wel voor jou. Nou, kijk wel live. Wat wordt het dan? 2-1. 10-0. Nee. Ja. Goed, dankjewel Nick. Nee, ik ga je nou niet. Ik zet je ook uit. Neem niet eens meer serieus. Daar wordt hij straks over op beoordeeld. Hè? Ja, nee, maar ik neem iemand niet meer serieus wie dit soort dingen zegt. Verlies je met 9-1. En dan? Zijn er ook 10. Ja. Oké, ik zeg 2-2. Zou ik ook blij eigenlijk wel mee zijn met een puntje. Nu tegen Feyenoord. Ik ben altijd blij met een punt. Ja. Als Sandler speelt. Ja, dat... Sano speelt weer. Sano wel. Ik denk niet dat Sendel speelt. Roeskeeper. Nee. Net de groepstraining weer ervat. Je hebt een hele week. Goed. Dit was hem dan weer. De NEC-podcast van deze week. Dankjewel voor het luisteren. We zijn er natuurlijk later deze week met de voorbeschouwing op de wedstrijd van Feyenoord. Vrijdag staat de NEC-update dan weer online. En volgende week zijn we er weer. En wie dan de gast is, dat houden we nog eventjes geheim. Ik zeg graag tot volgende week.